Leefbaarheid, natuur en recreatie zijn kernbegrippen in de opgestelde visie over Otterlo. Dit laat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede weten aan de gemeenteraad. In een memo stellen BNW samen met Otterlo's Belang, de Belangenvereniging van Otterlo, bewoners, ondernemers en andere betrokkenen is gewerkt aan een visie op Otterlo. En Otterlo's Belang is blij dat er nu eindelijk een visie ligt. We zijn vorig jaar gestart met gebiedsproces Otterlo. We hebben een aantal aandachtspunten waar we al jaren aandacht voor vragen bij de gemeente. Die zijn nu allemaal samengevat in het gebiedsproces. We hebben de inwoners daarbij betrokken. Een aantal informatieavonden gehouden om alles te inventariseren. En dat heeft geleid tot een visie, de gebiedsvisie, die nu klaar is. Daar het vervolg erop is nu de werkgroepen, die zijn nu actief. En die gaan nu verdiepen in het proces om een oplossing uit te werken. En dat is een hartstikke mooi proces. De inwoners zijn heel goed betrokken. En het is ook mooi om te zien hoe de gemeente ermee omgaat. De gemeente die ziet echt dat er wat moet gebeuren. En die zijn ook enthousiast om het plan te laten slagen. We hadden in het begin wat koud watervrees. Om samen met de gemeente zeg maar, een nieuw dorpsplan te maken. Ik denk, ja, als de gemeente mederegisseur wordt, hè, wordt het dan niet een plan van de gemeente. Maar dat is allerminst waar. Het is echt een plan wat echt door Otterlo wordt gemaakt. En het past gewoon hartstikke mooi bij het dorp. En eigenlijk alle grote knelpunten zitten erin. Dus wij verwachten er echt mooie oplossingen van. Wat zijn dan punten waar echt nog wat aan gedaan zou moeten gaan worden? Ja, dat is heel breed. Verkeer hebben natuurlijk heel vaak aandacht voor gevraagd. Nog steeds. Dat is nog steeds een punt waar heel veel moet gebeuren. Otterlo is natuurlijk een super toeristisch dorp. We hebben heel veel aanloop van toerisme. Dat resulteert dat het gewoon erg druk is op bepaalde plekken. Onder andere de Arnhemse weg, de doorgaande weg. Maar ook de Dorpsstraat, dat is eigenlijk de toegangsweg naar Nationaal Park de Hoge Veluwe. Wat erg druk is, dat levert gewoon gevaarlijke situaties op. Andere punten zijn bijvoorbeeld de natuurgebieden. We hebben de Zandingsheide, een prachtig stukje natuurgebied. Er wordt veel gebruik van gemaakt door de inwoners, maar ook door de recreanten. Dat betekent dat daar druk is. Eigenlijk te druk. De recreatiedruk op de natuur is gewoon niet goed daar. Dus we zijn ook aan het kijken van hoe kunnen we die recreatiedruk spreiden. Dus natuurgebieden aan de andere kant van het dorp worden nu aantrekkelijker gemaakt. Door het gebiedsproces eigenlijk, in het gebiedsproces. Om ook de recreanten daar naartoe te trekken. De dorpsentree, iets waar we al heel lang aandacht voor vragen. Dorpsentree is gewoon rommelig. Dat moet beter, zeker voor een toeristisch dorp als Otterlo. Nou, dat zijn een aantal aandachtspunten. Er zitten er meer in, maar dat zijn een aantal aandachtspunten waar het gebiedsproces invulling aan gaat geven. Is het een mooi proces om hier aan deel te nemen? Ja, zeker. Zoals ik al zei, het wordt samen met de inwoners gedaan. Dus het is hartstikke leuk om dat te doen. Dat was voor de gemeente is het ook nieuw. Dit soort gebiedsproces met zo'n voor de kern eigenlijk. Eigenlijk voor de kern Otterlo. Op de Ginkel is het wel eerder gedaan al. Maar dit is voor de gemeente ook uniek. Het is ook een leerproces. En het is hartstikke leuk om te doen. Je werkt samen aan een oplossing voor het dorp. En het is ook echt mooi te zien hoe gemotiveerd zowel de gemeente als de inwoners zijn om er iets moois van te maken. Zijn er nou ook nog punten die u mist? Niet direct eigenlijk. Want het is, er zijn wel keuzes gemaakt natuurlijk. Maar het zijn met name de grote punten waar al heel lang aandacht voor gevraagd worden. Waar nu ook op ingezet wordt. Er zitten natuurlijk ook wat dingen voor de toekomst. Hè. De visie biedt ook zicht op de toekomst. Als we kijken naar woningbouw bijvoorbeeld. We moeten ook kijken hoe we in de toekomst de woningbouw geregeld krijgen. Ook daar staat al het een en het ander in opgetekend in het gebiedsproces. Maar goed, dat is iets voor de lange termijn. Dus dat wordt nu nog niet gelijk uitvoering aangegeven. Maar echt missen doen we eigenlijk niks in het gebiedsproces. Al met al, een hele mooie stap voorwaarts. Ja, zeker. Het is hartstikke mooi om te zien dat we nu... er gebeuren mooie dingen op het moment dat Otterlo de woningbouw die nu eindelijk van de grond lijkt te komen. Een nieuw multifunctioneel dorpshuis. Maar ook andere onderwerpen die gewoon al heel lang aandacht vragen krijgen nu invulling. En dat is gewoon hartstikke mooi om te zien. Al met al komt het erop neer, denk ik dan, de natuur, wonen, verkeer en toerisme. Ja, dat zijn eigenlijk wel de pijlers waar het gebiedsproces op gebaseerd is.